De teaching, zal ik maar zeggen, is eigenlijk wees stil. Maar goed. Iemand iets. Ja, je had hem toch al. Hè? Ja. Ik hoorde je laatst ook zeggen van realisatie is ook erg afhankelijk van de mate van ontvankelijkheid. En hangt dat eigenlijk af van de ideeën die je er nog op nahoudt over. Ja, en hoe sterk je daaraan vasthoudt. Eigenlijk staat er niks in de weg. Alleen maar ideeën. Nou, een idee is eigenlijk niks. Maar als je heel erg vastklampt aan iets, dan ja, maak je dat ondoorlaatbaar. Onbenaderbaar, zou je kunnen zeggen. Of dan wordt het een soort muurtje. Maar als je totaal stil wordt, dan hebben ideeën op dat moment gewoon geen macht en dan welt er iets op. Als je nog aan het lichaam hangt, dan lijkt het alsof er iets in je hart opwelt. En liefde, warmte en aanwezigheid, iets. Er gebeurt iets. Ja, en als we heel ontvankelijk zijn en dat begint te gebeuren, zal ik maar zeggen, dan kunnen we dat helemaal door ons heen laten gaan, zodat we erin opgenomen worden. Als we wat schrikachtiger zijn, dan voelen we dat het komt en dan zetten we gelijk de controlemachine weer aan om het eronder te houden. In feite moet je niets doen. En met niets doen bedoel ik dus dat die mechanische reacties die we eigenlijk hebben, dat die tot zwijgen gebracht worden. Zodat dat wat wil opwellen zijn gang kan gaan. Dus niets doen is totaal de controle opgeven. Je mee laten nemen als het ware het onbekende in, zou je kunnen zeggen. God woont in stilte, hè, zal ik maar zeggen. En als we de hele tijd aan het denken zijn of met onze emoties aan het jongleren, dan krijgen we nooit de stilte in de gaten en ook niet de boodschap die daarin zit. Dus eigenlijk moet je niet iets doen, maar je moet iets stoppen. Stoppen met de hele tijd die mind machine draaiend houden. Het is wat mij betreft gewoon eigenlijk heel bizar. Van iedere vorm van beoefening of iets proberen is eigenlijk de ontkenning van wat er al is. Als ik gewoon nu ervaar, nu, wat hier is, nu, dat is compleet, dat is volmaakt. Dat is het. En daar hoef ik niks voor te doen. En alles wat gebeurt, ook de klanken die nu opklinken, gebeuren daarin. Die verstoren het niet, die benadrukken het hooguit. Maar eigenlijk zijn ze overbodig. Want het is hier al. Je bent het al. En eigenlijk is iedere vorm van sadhana of spiritual practice is een bezigheidje van de mind. Die dan zou moeten leiden tot het stoppen van de mind en het zich openbaren van het zelf of waarheid of hoe je dat noemen wil. Maar zolang jij je sadhana nog aan het doen bent, dan gebeurt er niks. Want die mind is bezig. Nou, zolang die mind bezig is, kunnen er alleen dingen gebeuren die passen binnen het kader van de mind. Dus zelfs als er dan een ervaring optreedt, is het een mind-ervaring. Iets waar jij je ergens bewust of onbewust hebt voorgesteld. Terwijl de werkelijkheid is het wegvagen van alle voorstellingen. Dan is er alleen nog dat wat is. En dat heeft geen naam. Je kunt er eigenlijk niks over zeggen. Dus hoe stiller we zijn, hoe ontvankelijker we zijn. En stil zijn is eigenlijk alles wat nodig is. En dan neemt het andere het over. En die verandert je dan van binnenuit. Dat hoef jij niet te doen. Dat kun je niet eens zelfs. Jij als denk-voel-ding bent tamelijk machteloos. Daarom zeg ik wel eens, je kunt hooguit in de weg zitten. Want wat we denken te zoeken, daar bestaan we uit. Daar lopen we in rond. Zonder dat kunnen we niet eens zien of voelen of denken of wat dan ook.
Het is het eerste gegeven en het is het enige eigenlijk waar we overheen kijken. En het is ook het enige waar je geen moeite voor hoeft te doen. Maar wij denken dat we moeite moeten doen. Dus mediteren we en doen we japa en weet ik veel wat voor practice. Het is allemaal voor de mind. En we zijn gewoon van kinds af aan getraind om op beweging en op objecten te letten. Dus we verwachten ook iets wat zichtbaar is. Maar het zelf is dat wat ziet. Het is niet iets wat gezien kan worden, maar het is dat wat ziet. Iedere keer als je heel even niks denkt, is het er. Maar je geheugen is niet gewend om een niet-object gade te slaan. Die is niet gewend om dat te voelen, zou je kunnen zeggen. Dat is niet subtiel genoeg. Maar als je lang genoeg stil bent, dan word je zo sensitief dat je het al aanwezige gewoon gaat ervaren. En eerst lijkt dat dan nog een dualiteit, van dat jij er bent en je ervaart dat. Gaandeweg krijg je in de gaten dat jij en dat, die kun je niet scheiden. Het is één. En dan kom je tot de realisatie die dan heet, ik ben dat. Niet dat je dat dan roept natuurlijk, maar dat is gewoon evident. Dus jij bent dat, je hoeft niks te doen. Deze woorden die klinken in iets. En dat iets wat er al is, doet geen enkele poging om te begrijpen wat ik zeg. Of het er al dan niet mee eens te zijn. Het doet gewoon geen enkele poging. Het is gewoon. Het heeft absoluut geen teaching nodig. Nou, dat wat er al is, dat is de werkelijkheid. Dat is wat je eigenlijk bent. En de rest is allemaal bedacht. Gewoontes. Dan moeten we er eigenlijk niks meer aan toevoegen, dan is het een perfecte opname. Dat stil zijn waar je het over hebt, dat is ook weer niet iets wat je kan doen. Nee. Maar als begrepen wordt dat stilzijn het enige is wat er hoeft te zijn, dan kan het zijn dat het stil wordt. Als het niet begrepen wordt, gaan we proberen stil te worden. En dat is dus bezig zijn. Dat is dus niet stil zijn. Eigenlijk is trouwens stil zijn is niet een handeling, hè? Niet stil zijn is handeling. Dus de hele tijd je mind aan de gang houden. Of de hele tijd in het gevoelsgebied bezig zijn. Dus stil zijn is eerder een ophouden met iets dan iets doen. Het is iets niet doen. Het is ergens van afzien. Want eigenlijk is je natuurlijke toestand is gewoon stil zijn. Dat is het natuurlijke. Al dat denken over ik het dit en ik het dat, dat is onnatuurlijk. Wat is dat precies dat als ik nou dan met jou in contact ben, dat ik dan stil word? Terwijl daarnet als we dan stil tegenover elkaar zitten, dan denk ik, goh, zouden daar gedachten langskomen? En de volgende gedachte is, nou, een mooie kop daar. Maar als ik nou dan met jou, ja, ik merk het al, als ik nou met jou in verbinding ga, dan is het even stil. En dan begin ik weer wat te produceren.
als je echt in contact met me bent, dan ofwel je valt stil of er begint van alles omhoog te komen. Dat zijn de enige twee opties. Als je echt in contact met jezelf bent, is het precies hetzelfde. Dan val je of stil en je wordt vervuld, of het ego of een ego-aspect komt omhoog. Dat zijn de enige mogelijkheden. Dat is ook de enige functie van wat we in het spirituele guru noemen. Als we nog niet in staat zijn onze aandacht op onszelf te richten, verschijnt er iets, buiten je zogenaamd, waar je je aandacht op kan richten en wat eigenlijk hetzelfde effect heeft. Nou, door dat contact wat er ontstaat, leer je als het ware jezelf kennen en word je ook constant terugverwezen naar jij bent dat. En vroeg of laat wordt dat dan gerealiseerd en dan heb je geen guru meer nodig. Dus dat hele guru-principe, wat niet iemand is, maar een soort kracht zou je kunnen zeggen, die wijst jou op jezelf. Die maakt je ergens opmerkzaam op. En als je opmerkzaam genoeg bent geworden, heb je die aanwijsstok niet meer nodig. Nou, sommigen die moet dat één keer aangewezen worden en anderen iets vaker. Wat jou aangaat, jij weet het al lang. En het enige is dat je nog soms enige toegeeflijkheid hebt om met redeneringen of games mee te gaan. Als je dat zou laten, dan was je altijd in vrede. Nu vind je het soms leuk om in vrede te zijn en soms niet. Nou, het is oké. Maar je weet het wel. Wat stelt het ego exact voor? Kun je er een omschrijving van geven? Wie? Kun je het een omschrijving geven van het ego? Nee, want die bestaat niet. Juist. Ego is het idee dat er een ego is. En als je nou... Als ik het heb over een zelfrealisatie en dan komt er een protest, een soort van drang van ik wil niet of zo. Wat is dat? Nou, dat mag je ego noemen, maar het is niks anders dan een beweging. Nee. Als je gewoon stil blijft, dan zie je die beweging, ik wil niet. En dan is die weer weg. Het is een energiestroom, verder niks. En zolang we die energiebewegingen niet pakken en zeggen dat het een ding is... blijven ze gewoon vloeibaar en stelt het eigenlijk niks voor. Maar zodra we er als het ware iets concreets van maken, een object van maken... Niet in een hokje stoppen. Nee, precies. Het is een beweging. Net als een emotie is gewoon een beweging. Maar door onze associatie en zo en onze angst daarvoor... wordt het allemaal een heel gecomprimeerd en conflictueus gebeuren. Terwijl gewoon iets voelen, wat is er mis met iets voelen, weet je wel, ruimte zat. Het ware zien, is dat voorbij aan ook stilte? Wat mij betreft zijn het allemaal woorden voor hetzelfde. Want het heeft, als je heel stil wordt, dan ga je naar... de aanwezigheid waarin alles geboren kan worden, gevoelens, gedachtes. Om dat stil te krijgen moet er eerst stilte zijn. Maar het lijkt alsof die stilte, alsof daar nog iets voor zit of iets achter of die stilte mogelijk maakt. Ja, dat is een kwestie van definiëring, denk ik. En zo gezien is de stilte de eerste versluiering.
Als je het zo definieert, ja. Dat is de pest met woorden, hè? Ja, ja. Maar het ware zien, daar kan je eigenlijk niet bij. Je kan dus ook eigenlijk niet zeggen dat is je ware zelf. Ik zou niet weten wat ik er anders tegen zou moeten zeggen. Er is alleen maar dat wat mij betreft. En of we het dan stilte noemen of God of zelf of het ware zien, maakt niet zoveel uit. Het is iets onbetwistbaars, maar je kunt niet zeggen wat het is. Je kunt er geen object van maken, je kunt het alleen maar zijn. Dus je kunt het alleen van binnenuit kennen als het ware, zoals water zichzelf zou kennen. Er is niet een iets anders wat dat kan kennen ofzo, er is maar één. En we kunnen bijvoorbeeld zeggen dat het stil is, of vol, of helder, of al die dingen kunnen we er wel over zeggen, maar... Dat roept vaak meer verwarring op eigenlijk dan dat het dingen duidelijk maakt. Het is beter om het gewoon rechtstreeks te ervaren. En daar kun je, om het maar even zo uit te drukken. Dus, al die concepten vallen gewoon weg. En die gebruik ik ook alleen maar gewoon omdat voor de teaching. Maar voor mij betekent het niet zoveel. Dus eigenlijk kan stil zijn ook niet... Ja, stil zijn is voor mij niet een opdracht, maar een verwijzing naar de realiteit. Het is stil, want het is volledig in zichzelf. Ja, in de zin van dat het niets probeert. Het is het mooiste eigenlijk gewoon van de realiteit dat je niet kan zeggen wat het is. Want we kunnen zeggen bijvoorbeeld, het is het onveranderlijke. En dat klopt. Tegelijkertijd, waar je net al naar verwees, alles komt daaruit voort. Eruit voortkomen suggereert beweging. Toch is er geen beweging. En toch staat het niet stil. Weet je wel, het is allebei of geen van tweeën. Of... Dat is... Alsof je steeds geleid wordt naar waar alles begint. Maar dat je dus... Ja, dat laatste stapje... Kijk, de je die nog geleid wordt, is nog de associatie met iets, ja. Hè? Die valt op een gegeven moment weg en dan is er alleen maar dat. En er is geen je meer die erin of eruit kan, of er naartoe, of er vanaf, of iets dergelijks. Ja. Precies dat, als dat gebeurt, heet realisatie. Anders is het een toegang hebben tot iets, maar dan is het soms er één mee en soms alsof het buiten je is. Dat is een fase gewoon die een tijd lang plaatsvindt ook, hè, in onze beleving. Dan zeggen we soms is het er en soms is het er niet. Maar datgene wat er echt is, is er altijd. Exact, dus ja. Het is eigenlijk net omgekeerd. Soms is het ego er nog. Ja. En dan ervaar je het niet of minder. En als het ego wegvalt, ja, dan is het weer compleet zichzelf. Ja. Dan is het onverdeeld. Ja, op een gegeven moment blijft het onverdeeld. Wat het al is. Ja, precies. Dus er gebeurt niks nieuws eigenlijk. Ja. Een struikrover. Het is het meest wonderbaarlijke dat we eerst zeg maar vanuit die persoon op zoek zijn naar iets, waarheid, vrijheid, God, verlichting, whatever hoe we het noemen willen, en gaandeweg krijg je steeds meer in de gaten dat jij het zelf bent. En daar is een heel tijdje voor de stervende geest, zal ik maar zeggen, een heel vreemde gewaarwording. Hij leek op zoek naar iets buiten zichzelf, maar je kunt niet eens zeggen dat het in zichzelf is, of in jezelf is. Er is geen binnen en buiten. En al die concepten die beginnen uit elkaar te donderen en daar is
in het begin even lastig, want dan weet je niet meer waar je vanuit moet gaan. Maar al die concepten smelten en dan hou je gewoon wat ik dan maar zelfervaring noem over. Ja, er is nu ook, we kunnen zeggen van er is nu een satsang of iets dergelijks. Maar dit is er altijd. Of er nou wel of niet veel of weinig mensen voor mijn neus zitten, dit is er altijd. Dan de terugkeer naar het leven. Er is geen dualiteit, dus er is geen terugkeer. Alles gaat vanzelf en alle twijfels die we nog hebben, bijvoorbeeld daarover, maken duidelijk dat er nog gewoon sporen zitten en die moeten nog uitgezuiverd worden. Ja. Nou, dat gaat gewoon vanzelf in zekere zin, gewoon door dingen die je meemaakt, leer je ontstaat er een andere verhouding tot de dingen, zou je kunnen zeggen. Maar het gaat steeds meer vanzelf. Het hele pad is eigenlijk niks anders dan overtuigingen laten vallen. Dat het zus of zo moet, of dat dit of dat belangrijk is. En waar komt dan overtuiging vandaan? De oude overtuigingen, zeg maar, van de mind, die hebben we aangereikt gekregen voor het grootste deel. Door wat er tegen ons verteld werd, hoe er met ons omgegaan werd, enzovoort. Dus de zure kennis van ervaring, zal ik maar zeggen. Van wereldse ervaring. Die eigenlijk ons zelfbesef gewoon steeds meer versluiert. En op een gegeven moment begint dat weer eruit te willen breken, zou je kunnen zeggen. En als dat gebeurd is, dan hou je nog steeds gewoon het om kunnen gaan met informatie over. Van ik weet nog steeds dat dat een stoel is. Weet je wel, maar het is niet meer iets buiten mij of tegenover mij of iets dergelijks. Het is in mij. Dus er is geen conflict. Ik hoef er ook niks mee. Dus met die wereld omgaan. Eerst is er ik en de wereld daar of zo. Hè? Of ik hier en de wereld daar. Of het leven of de ander. Alsof daar iets is tegenover mij of buiten mij of iets dergelijks. Dat hele idee valt eruit. Dus ik heb altijd met mezelf te doen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik heb nog wel steeds dat zien en de wereld toch nog wel een beetje conflicteert. Nou, dat is mooi, want die wrijving die er is, die zal zorgen dat die laatste grens of sluier, of hoe je het wil zeggen, gewoon verslijt. Ja. Of je bent de zon, of je ziet de wolken, zeg maar. Wees de zon. Ja, maar dan heb je toch nog wel dualiteit. De zon weet van geen dualiteit. Dat is waar. Het enige wat hij doet is schijnen. Een tijd lang is het wel mooi eigenlijk, hè? Dan heb je momenten dat je gewoon voor je beleving totaal weg bent. Ofwel ermee bent samengevallen. Dus dan is het niet meer een beleving van ik voel iets of iets dergelijks. Of ik zie iets in die ik is weg. En het volgende moment dan lijkt er die ik weer een beetje te zijn of zo. En dan voelt hij gewoon dat hij in contact is met die gloed of die werkelijkheid. Dus in de ene positie, zeg ik wel eens, van als de nadruk wat meer op de persoon ligt, dan ben ik de devotee van waarheid. En als die persoon weg is, ben ik waarheid. Nou, dat is helemaal niet zo onfortuinlijk. Ik vind beide posities wel prima. Het lijkt wel alsof je steeds iets meer moeite moet doen om in alles wat meetbaar is, wat wel eens gezegd wordt, dat is illusie, om daarin mee te gaan. Ja, je moet ook leren dat dat niet hoeft. Nee, precies.
Maar dat zijn er gewoon, wat ik zeg, er zitten nog wat sporen van, ja. Hey, hoe moet ik... Ja. Even gewoon nieuwe gebruiksaanwijzing of zo. En je krijgt steeds meer door dat dat niet nodig is. Als je gewoon jezelf bent en gewoon natuurlijk reageert. Er zit een inherente neiging in ieder systeem om wat gedaan moet worden, bijvoorbeeld op het niveau van handelingen, om dat gewoon zo goed mogelijk te doen. En hoe minder ego, hoe makkelijker dat gaat. Want het is altijd die ego die wil dat het sneller gaat, of beter of slechter, of ietsje meer naar links of naar rechts. Terwijl als je gewoon stil bent, nou, dan gaat het zo het gaat. En je beweegt gewoon mee als het ware. Nou, dan komt er iets uit. En aangezien je toch overvuld bent, maakt het helemaal niet uit of iets lukt of niet. Weet je wel, dat voegt niks toe. Het kompas is een beetje, het zien is altijd fris. Yes. Als je weer ergens in verzeilt of... Precies, op het moment dat je dat constateert eigenlijk, dat je dus in iets aan het bewegen bent, ja. Of aan het comprimeren bent, maar eigenlijk gelijk gewoon zelfherinnering. Ja. En dan gewoon met lege handen staan, weet je wel, van kijken hoe je met lege handen met die wereld kan dealen. Dat is heel fascinerend. En daarin nog zien van welke verlangetjes of angstjes of vooroordeeltjes gewoon nog macht proberen te hebben. Ja. Goed. Je zegt eigenlijk van, ik ben één met de stoel. Of als ik het goed hoor. Maar, bedoel je van, er is eigenlijk dan geen ervaarder meer. Er is eigenlijk alleen maar de ervaring van de stoel. Waarom je dat op die manier zegt? Of als je het zo vanuit je lichaam beredeneert, dan kun je dat niet zeggen. Maar er is... aanwezigheid is één. En alles is in de aanwezigheid en alles wat lijkt te verschijnen komt voort uit die aanwezigheid. Weet je wel, dus als je je voorstelt dat alles water is, is die stoel ook van water. Degene die erop zit is van water. Weet je wel, het tafeltje wat ernaast staat is van water, het licht wat erop valt is van water. Het is allemaal water. Als je je realiseert dat jij het water bent, ben je dus ook die stoel en degene die erop zit en het licht wat erop valt en de wind die voorbij komt. Maar dat kun je niet zeggen als je je associeert met het lichaam. Want er is toch dit lichaam en die stoel, dat zijn twee dingen. Dus je zou grofweg kunnen zeggen dat je twee posities hebt om vanuit te leven. Ofwel vanuit je lichaam, het idee ik ben het lichaam. Of de toestand waarin dat idee afwezig is. Niet dat er dan dus het idee is ik ben niet het lichaam. Maar het idee ik ben het lichaam is er gewoon niet. Dus dat is geredeneerd vanuit het totaal zou je kunnen zeggen. Het totaal is alles, maar het totaal zegt niet, dit is een stoel of dat is een mens. Het totaal zegt helemaal niks. Dus als jij, al is het maar 5 seconden, ophoudt met je te definiëren als wat dan ook, kun je niet meer zeggen van dit is dit of dit is dat. Dat kan alleen als die mind bezig is. Zelfs stoel
veronderstelt al het functioneren van het intellect en gebruikmaking van het geheugen. Dus dat is oude koek. Dat heeft niks met nu hier, dit te maken. Je hebt je geheugen nodig om een stoel te kunnen aanwijzen. Weet je wel, maar je hebt niks nodig om het zijn te zijn. Dus zelfkennis, jhana, is iets van eigenlijk zonder woorden, zonder betekenissen, zonder verschillen, zonder, er is geen fragmentering. Terwijl gewone kennis is altijd gefragmenteerde kennis. Dit is dit en dat is dat. En er zit altijd een soort spanning in de elementen. Terwijl zelfkennis is stil, is zichzelf. Als je vanuit het lichaam, dat heb ik al eerder een keer gezegd, maar ik weet niet of dat ook hier was. Als je hier naartoe komt, en je zit in de auto of in de trein of iets dergelijks, dan zeg je dat jij gereisd hebt. En dat zeg je omdat jij je associeert met het lichaam. Maar feitelijk, de aanwezigheid die je bent is helemaal niet verplaatst. Want die is alleen maar hier nu. Die heeft niks met tijd en ruimte en afstand en zo te maken. Jezelf kun je alleen hier nu ervaren, weet je wel. En of dat lichaam nu onderwijl al dan niet verplaatst wordt, doet er niet toe. Dus het lichaam reist, maar wat je bent niet. Nou, als je dus vanuit het lichaam redeneert, dan zeg je ik ben naar Heerenveen gekomen. En als je niet vanuit het lichaam redeneert, dan zeg je niks. Dan zeg je niet dat je gekomen bent, want wat je bent komt helemaal niet en het gaat ook niet. Dus dit lichaam is straks moe, want die heeft dan in de auto gezeten en nou gewoon, er is een hele dag voorbij getrokken en dan wordt zo'n lichaam moe van. Maar wat ik ben is niet moe. Die is moeiteloos getuige van dat zogenaamde moe zijn. En het leuke is, van als dat er is, dat besef, doet die vermoeidheid er dus niet zo heel veel toe. Terwijl als je je nogal identificeert met het lichaam, dan ga je allemaal lopen klagen en mekkeren en zo. Ik ben toch zo moe en dat is hier en daar doorgekomen en dan wil je dat die andere, oh ja, weet je wel, een koekje erbij of... Weet je wel, maar dat is allemaal bullshit, hè? Dat is allemaal overbodig. Daarom zei Ramana Maharshi soms wel eens heel simpel, vooral als er yogis in de buurt waren, lichaamsbewustzijn is de gevangenis. Terwijl heel veel spirituele tradities, die zitten er nogal bovenop, dan moet je lichaamsbewustzijn beter en zo, weet je wel. Wat er eigenlijk gebeurt is dat je nog meer gaat associëren met dat ding. Nou, soms is dat niet zo heel slecht als je van die zweeftypes hebt. Die moeten even landen en dan daarna het lichaam eruit flikkeren. Maar in feite is het gevoel hebben, ik ben een lichaam, dat is gewoon vreselijk. Want je bent de oneindigheid en die wordt dan in zo'n ding geperst. Geen wonder dat je er dan uit wil. Dat je ongemakkelijk voelt en zo. Ik bedoel, je zou toch ook geen microfoon willen zijn? Weet je wel, doet het verder prima, maar ik bedoel, dat is niet leuk om te zijn. Althans, als je dat alleen maar zou zijn, weet je wel, is toch, ja. Moet je bang worden en dadelijk laten ze hem vallen of de batterijen raken leeg. Of, weet je wel, er praat iemand doorheen en dat wil je helemaal niet doorgeven. Of. Is niet leuk hoor. Ja, zo is jezelf beperken tot een lichaam is ook gewoon een ramp. Een lichaam is geen ramp, maar jezelf daartoe beperken wel. Weet je wel, een microfoon is ook geen ramp, maar denken dat je het bent wel. Maar als je daar niet denkt, dan kun je erin praten en dan leg je hem weg, klaar. Het bent je niet en het maakt je niet vrij. Wij pakken gewoon alles veel te persoonlijk op. Hè? De levenskracht, dat wat je doet leven, is gewoon totaal onpersoonlijk.
en die heeft je lichaam in elkaar gezet, zou je kunnen zeggen. En die houdt dat een tijd lang in stand en functionerend. En dan heeft hij genoeg daarvan. En dan trekt hij zich terug en dan begint het gelijk te ontbinden. Weet je wel, maar het is eigenlijk wat jij noemt van ik leef, daar is die levenskracht, daar is helemaal geen ik bij betrokken. Dan maak je ervan, weet je wel. Feitelijk ben je op dat niveau, op het ervaarbare niveau of het energieniveau, je bent de levenskracht. Niet iemand die leeft. Het idee ik ben iemand die leeft, of ik ben iemand, is een sluier. Dat is een foefje van die levenskracht. Maar feitelijk is het de levenskracht, weet je wel. Dus de levenskracht vindt het prettig om in dit geval van wat we dan Hans noemen, dat ding, daar gebruik van te maken om dit liedje te zingen. Het is niet dat Hans dat wil of niet wil, weet je wel. Het is die levenskracht of het zelf of hoe je het noemen wil dat dat doet. Nou, en op een gegeven moment heeft hij er genoeg van en dan gooit hij hem in de hoek. Weet je wel, afgedaan, ontbinden, recyclen, klaar. En dan zeggen mensen van Hans was zo'n goede leraar of was zo'n slechte leraar of weet ik veel wat, weet je wel. Maar het was de levenskracht. Hans was alleen het vormpje, weet je wel. Dat doet er helemaal niet toe. Nou, dat geldt ook voor dat vormpje wat we dan Ganesh genoemd hebben. Weet je wel, die wordt in stand gehouden een tijd lang door die levenskracht. En doet wat hij moet doen van die levenskracht, zou je kunnen zeggen. En op een gegeven moment komt hij dat dan ontwaken en dan weet hij dat hij de levenskracht is en dat soort dingen. Nou, huppatee, op de mest valt ermee. Maar die levenskracht blijft, weet je wel. Maar die vormen die hij aanneemt, die zijn tijdelijk. Nou, op het moment dat jij de levenskracht de vorm aan gaat zien voor de werkelijkheid, ja, dan zit je in de ellende. Dan denk je dat je een mens bent en weet ik veel wat allemaal. Dat je zus en zo moet zijn, altijd anders dan je bent in ieder geval. Weet je wel, dat is één grote litanie van ontevredenheid eigenlijk. En geen wonder, want je bent dat. Niet zo'n knulletje. Het is best leuk hoor, de werkelijkheid. Als je dat dus eenmaal gezien hebt, of weet ik hoe je dat wil noemen, dan is het dus ook heel voor de hand liggend dat je alles als jezelf ervaart. Want ieder mens, om het daar maar even bij te houden, die je tegenkomt, is ook vormgegeven levenskracht. Dat is hetzelfde als wat mij doet leven. Exact hetzelfde. Dus als je even door die huid heen kijkt, zou ik maar zeggen, en door dat laagje van opvattingen en andere rariteiten, dan vind je diezelfde levenskracht. Het is alleen maar in die schil dat het schijnbaar anders is. Omdat jij dingen zus doet en ik doe ze zo, weet je wel, denken we dat we verschillend zijn. Het is de same power. En hoe dieper dat doordringt, hoe minder persoonlijk je dingen hoeft op te vatten. Ook van als iemand lullig tegen je doet of zo. Nou, dan heb je hier een levenskracht in vorm A en hier levenskracht in vorm B, dat ben jij dan, zullen we maar zeggen. En die gaat dan lullig staan doen. Weet je wel, als je blijft bij het niveau van levenskracht, ja, wat doet het ertoe? Twee golfjes mekkeren tegen elkaar, maar ze zijn even nat. Weet je wel, het is een schijnvertoning. Nou, als jij dat gewoon weet en je blijft in dat weten, dan wordt het heel interessant. Want die ander weet dat dan niet. En jij reageert dan niet meer zo conflictueus als gewend was, weet je wel. Dus ja, dan zitten ze een beetje met luchtruzie te maken of zo. Of je er gewoon voor de gein nog even. Alsof je boos bent of zo. Dat is best leuk. Het is allemaal buitenkant, weet je wel. Dat gaat nergens over. Daarom kan het dus vanuit dit perspectief. En alleen maar als je dit gerealiseerd hebt. Niet als je dit vindt, hè, want dan heb je er niks aan. Maar als je het ziet, als je het zo beleeft. Dan valt er niks meer te bereiken. Er is niks meer aan toe te voegen of zo. Weet je wel, dus je hoeft ook niet bang te zijn of iets lukt of niet. Zouden er wel genoeg mensen komen, weet je wel. What do I care? Weet je wel, dat boeit niet. Het is allemaal zijn. Het is het zijn hier wat tegen zichzelf zit te houden.
Weet je wel, dat heeft zich opgesplitst in, weet ik veel, 40 of 50 vormpjes. Waarvan er dan een aantal doen alsof ze niet weten waar het over gaat. En een aantal wel. En dan eentje die doet dan net alsof die alles weet, weet je wel. Maar het is allemaal dezelfde zijn. Allemaal van die vingerpopjes zo. Het is echt hilarisch. En dan moet je dan nog voor op zo'n stralende zondagmiddag binnen gaan zitten. Hoe stom kun je worden, weet je wel. Beertje, terras. Zeg maar een persoon dan, weet je wel. Die zuipt liever. Er is wel één nadeel aan. Hey, de kans loopt net zo ongegeneerd te worden als ik. Dus. Ja, dan moet je maar op de koop toenemen dan. Nee, ineens tijdens zo'n familiediner die dingen riep die nog van tevoren verteld waren dat je daarover moest zwijgen. Gewoon voor de gein, weet je wel. Niet alles geloven wat ik zeg. Soms is er zeg maar is stilte, en als er dan een verhaal verteld wordt, dan dat verdwijnt heel die stilte. Ik geloof dat dat feit dan niet een weg is, zeg maar, dat je dan dingen gaat doen om toch die stilte te behouden. Of hoe sta jij daar tegenover? Kun je er iets specifieker maken? Ik zou zo graag bij die stilte willen blijven. Meer in die grotere ruimte. Mm. Maar zodra wat weerhoudt je? De verhalen die verteld worden. Die luister nogal zo niet. Zij? Luister niet. Ja. Hou je aandacht gewoon bij de stilte. Probeer dus niet een extra poging te doen om het te snappen of iets dergelijks. Weet je wel, blijf gewoon in die stilte. En dan zul je tot je verwondering ook nog merken dat je alles begrijpt wat er gezegd wordt. Zodra je geen enkele poging doet om hier ook maar iets van op te steken, of daar beter van te worden, of verlicht van te raken, of wat dan ook, dan heeft het zijn maximale effect. En hoe harder je je best doet om het te volgen of het erbuiten te houden, hoe meer last je ervan hebt. Ik maak heel wat satsangs mee, weet je wel. Daar kan ik niks aan doen. En ik heb er nooit last van. Ik ben altijd stil gewoon, weet je wel. En dat ding zit dan te ouwe hoeren. Ik luister er helemaal niet naar. Dan denk ik af en toe van, wat zegt hij nou weer, weet je wel. Ja, soms klopt het nog ook. Maar ik let daar niet op verder. En dat is eigenlijk precies hetzelfde als met alles met het leven. Dat is het leukste, hè. Van, je moet eigenlijk gewoon alles laten gebeuren. Gewoon, het is niet eens van dat je meebeweegt. Want dan doe je alweer iets. Gewoon totaal beschikbaar zijn. En op geen enkele manier je druk maken over wat eruit voortkomt. Doe ik hier ook niet, weet je wel. Ik zit niet te willen dat er hier iemand wakker wordt. Ik wil helemaal niks. En daardoor is de kans maximaal dat er iets gebeurt. En wat het je richten betreft, van je hebt dus al ontdekt dat die stilte er is. Good. Dan ontstaat er vanzelf de neiging om daar de aandacht op te willen richten of daarin te zijn of hoe je daaruit wil drukken. Prima. Weet je wel, de andere kant van het verhaal is inderdaad kijken wat zijn de dingen die me er schijnbaar uithalen. Ondermijn die. Bijvoorbeeld de spanning toch nog. Zoiets van een... Toch nog iets wil van, toch willen begrijpen. Ja, exact. Net nou, daarvoor staan. Kom die dingen onder ogen. Dat wat iets wil, en doorzie het of schuif het terzijde. Of begrijp op zijn minst dat het niet ter zake doet. Hoe harder jij je best doet, hoe meer je in de weg zit. Je moet wel de wil, de wens hebben, de bereidheid hebben om te leren of om te verdwijnen. Weet je wel, maar dat niet...
Dan moet geen stress opzetten, zou ik maar zeggen. En als het erop zit, dan zit het erop. Ja, uiteraard. Nou, dan ervaar dat. Wees je dan gewoon simpelweg bewust dat je moeiteloos die spanning bewust bent. Dus er is iets wat zich bewust is en spanning. Nou, die spanning is gekomen en die gaat ook weer. Maar dat wat bewust is, komt en gaat helemaal niet. Dus zelfs spanning is ideaal om het zelf aan te wijzen. Dus ervan afzien om die spanning weg te willen hebben. Want dat is die spanning. Alleen maar toekijken. Wat we wezenlijk zijn, heeft helemaal geen last van spanning of welke emotie dan ook. Die schijn ik, die wil er dan vanaf. Dan moet het opgelost worden ofzo. Nou, dat wat dat roept, dat is het schijn ik. Dat is de spanning, dat is de stress. Dus de ik-ziekte verraadt zich onmiddellijk. Die wil altijd iets. Het zelf wil nooit wat. Is ook nergens bang van en zo. Is het helder? En, maar, want... Ik verwacht nog iets in mezelf. Ja. Dat is ook zo'n ego ding. Er gebeurt helemaal niks. Het enige wat er gebeurt is dat wat iets verwacht verdwijnt. Yes. Doorvoel die leegte, maar verwacht niet dat er iets gebeurt. Ervaar het gewoon. Leer het kennen. Goed. Ik merk dat ik altijd aan het proberen ben mezelf te redden. Ik kan dat niet doen. Wat moet ik daar toch mee? Observeer het. Daar was ik al bang voor het antwoord. Ja, maar dat is, mensen hebben niet in de gaten wat een gigantische macht er ligt. In het gewoon observeren wat er plaatsvindt. We willen er altijd meteen vanaf. We willen meteen dat er iets gebeurt. Maar als je... erbij kunt blijven en gewoon dat eerlijk onder ogen kan komen, want dat je dat durft te zien, is al heel wat. Ik ben altijd bezig. Iets stils observeert dat wat altijd bezig is. Dat is wat je wezenlijk bent. Dus als je leert observeren, leer je niet alleen iets over wat er te observeren valt, maar wordt zachtjes aan dat wezenlijke wat je eigenlijk bent, wat niks probeert, wordt duidelijker voor je. Er komt meer en meer naar voren. Dus in het begin lijkt het er soms op, als mensen beginnen met zelfwaarneming of observeren, alsof de afstand tussen wat ze zijn en wat ze observeren heel klein is. Alsof het vlak op je gezicht zit, waardoor je het ook heel serieus neemt. Maar als je erbij kan blijven, dan gaat als het ware die afstand steeds groter worden. Het wordt je steeds duidelijker dat er een onderscheid te maken is tussen wat jij bent en wat jij kent. En hoe groter die afstand wordt, hoe minder druk je erom maakt. En op een gegeven moment zou je kunnen zeggen, is die afstand zo groot, dan verdwijnt het gewoon. Heeft het geen macht meer over je. Dus door niets te doen, want observeren en niet doen is exact hetzelfde, versla je de vijand, zou ik maar zeggen.
Terwijl iedere poging die je doet om dat wat poging is weg te krijgen, voegt alleen maar toe. Is olie op het vuur. Dus doe niets. Kijk toe. Ervaar. Verder niks. En die bewustwording, dus dat er iets constant bezig is, zal de ondergang betekenen op den duur, onmiddellijk of op den duur, van dat hele spelletje wat daar gespeeld wordt. Hoe duidelijker ook we iets waarnemen, hoe sterker er iets in ons zal opstaan, zou ik bijna zeggen, of ontwaken die daar afstand van wil doen. Maar dan niet op de moedwillige bedachte manier, maar van binnenuit, dat het loslaat, zou je kunnen zeggen. Dus als je een andere of een toegevoegd iets, is gewoon zelf onderzoek doen. Hè? Als je dus gadeslaat dat er iets altijd aan het proberen is, wie is dat? Weet je wel? Als je daarnaar kijkt, ben jij dat wat aan het proberen is? Of is het iets wat je waarneemt? Dus wat er gevraagd wordt is een heel kleine inspanning in het begin. Het stellen van de vraag bijvoorbeeld, is dit wat ik ben of wat ik ken? Dan kun je beseffen in 1 seconde, en misschien duurt het besef ook maar 1 seconde, dat jij dat bent wat alles kent. En dat je niet die spanning bent of die poging. Als je dat blijft herhalen, wordt dat steeds duidelijker. Door herhaling heb je ook aangenomen dat je geboren bent, en dat je een kereltje bent, en zo oud, en daar vandaan, en met die en die prettige en die onprettige eigenschappen. Dat hebben ze je ook allemaal verteld, heb je niet zelf bedacht. Aanvankelijk was je oordeelloos naar jezelf toe, totdat anderen je van etiketten begonnen te voorzien. You know? Dat heb je geleerd, dat is in 10 jaren aangeleerd. Nou, hier heb je een klein inspanningje nodig om jezelf te leren kennen. Erg, hè? Ik zal mijn best doen. Ja, ik zei gisteren al van, het is eigenlijk, als je er goed naar kijkt, het is de deal van de century. Dat wat je dwars zit, offeren voor totale vrijheid, voor liefde, voor helderheid, voor bliss. Come on. Want het enige wat je kwijtraakt als die zogenaamde realisatie komt, want dan krijg je niet iets, de onzin valt er alleen maar af, hè. Al die overbodige rotzooi waar je je hele leven aan geleden hebt, raak je kwijt. En wat je overhoudt, heeft geen naam. Maar heeft ook niks nodig. Freedom. Dus God vraagt alleen om je oude rotzooi in te leveren, weet je wel. Hij vraagt niks waardevols van je. Alleen die overbodige troep. Dat is toch niet te geloven? En daar doen we dan zo lang over, weet je wel. Wikken en wegen, ja, dit mag niet meenemen, die hou ik nog even. Dat is toch wel wat veel gevraagd, lieve. Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik doe dat niet, maar ja, waarom jij dat doet, dat zou jij beter weten. Sorry? Ja, nou ja, goed, precies. Waarom doe je het nu niet? Ja, ik zou het haast denken. Ras. Ja. Verstaat iedereen mij of niet? En toen dacht ik van, ik heb vanochtend in de tuin gewerkt. Ik denk, jezus jongen, het gaat een stuk lekker dan gisteren. Want gisteren scheen de zon een stuk minder. Mm. Toen dacht ik van, nou, wat is nou werkelijk de kracht van mij? Of wat is de kracht van de zon op mij? En toen denk ik, ja, wie ben ik dan eigenlijk? Eigenlijk ben ik gewoon niks. Maar met die zon, nou ben ik heel wat. Nou, wie ben ik dan? Nou, wat je dus ziet is dat je de hele tijd wisselt van perspectief. Het ene moment in je verhaaltje stel je je op als het lichaam en het andere moment niet. Maar jij moet uitzoeken wat of wie je bent. Ik weet dat al.
weet het donders goed, weet je wel. Je hebt alleen geen zin om maar naar te leven, dat is alles. Ja, maar dit is allemaal vanuit de persoon geredeneerd. Dat is niet relevant. Wat ben je echt? Wat weet je zeker over jezelf? Wat je niet hebt, wat je niet uit je geheugen hoeft te halen. Wat je niet aangepraat is. Echte kennis. What do you know? What do you really know? Ja, dan wordt het meestal een stuk stiller. Want echte kennis hebben we niet. Nou, die afwezigheid van kennis, dat is wat je bent. Het heeft niks met de zon te maken. Yes, very. Vaak zijn er wat kleine gehechtheden die ons een tijdje lang een beetje tegenhouden. Maar uiteindelijk houden ze geen stand. But you know, you know. Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Gehechtheid aan onwaarachtige dingen. Ook nog eens. Je zou kunnen zeggen, maar het zijn allemaal maar woordjes. Dat je op een gegeven moment gewoon het beeld van jezelf en je wereldbeeld enzovoort iets te serieus gaat nemen. Dat je vergeet dat het alleen maar beelden zijn. En dan ga je bang zitten worden voor het beeld. Weet je wel, dus je loopt de hele tijd eigenlijk een beeld te beschermen. Of je wil dat een beeld wat je hebt van jezelf iets leert. Of zich beter gaat voelen ofzo. Het gaat nooit over wat je bent. Het gaat over wat je denkt te weten over wat je bent. Maar het gaat altijd over dat lijf. Ik voel me zus, dan hebben we het over dat lijf. Weet je wel, dat wat ik ben voelt zich helemaal niet zus of zo. Je heeft er nooit last van emoties. You know? Nou, wat we kwijtraken zou je kunnen zeggen, als dat ontwaken toeslaat, is het alleen maar beelden. Je raakt alleen maar beelden kwijt, niet iets echt. Overtuigingjes raak je kwijt, angstjes raak je kwijt, die gewoon allemaal nergens op gebaseerd waren. Dus we raken alles wat kwijt, zou je kunnen zeggen, maar er zit niks waardevols bij. Dus neem mee, neem mee. Patrick? Ja. Je hebt dan op een gegeven moment heb je een proces waar je in komt, een soort van wat je zelf realisatie noemt. Dan, zoals bij jou, ik zit daar dan nog niet in, maar jij, daar ben ik dan een beetje mee bezig, dat leer ik nu kennen. Jij bent dan een stap verder. Is het bij jou dan ook zo dat het nog steeds bezig is, of is het op een gegeven moment een punt wanneer je dat proces zeg maar stopt en dat je dan verder gaat met ja, praktische dingen die, zoals je nu, satsang of, snap je wat mijn vraag is? Of? Alles gebeurt spontaan. En als ik me associeer met het lichaam, dan kan ik zeggen, handje wordt liefdevoller door het proces of zoiets. Weet je wel, maar wat ik ben is niet veranderd. Dus je wordt, wat er gebeurt is, je hand wordt steeds liefdevoller. Ja, nou ja, goed, dat geldt dan voor deze. Ja. Ja. En dat mag ook wel. Dat gaat... Maar dat gaat dus ook altijd door. Ja, maar nogmaals, daar is alleen maar geredeneerd vanuit het lichaam. Dan kan ik zeggen, ik zie die en die dingen veranderen. En dan zeg ik er altijd maar bij, van of dat nou komt door die zogenaamde realisatie of omdat ik een dagje ouder word.
Nobody knows, hè? Oké. Okay. Dus proces, er is een proces gaande, zou je kunnen zeggen, maar alleen maar als we kijken naar de persoon. Dan kun je zien dat daar dingen in veranderen en gebeuren. Maar waar het werkelijk om gaat, is het inzicht dat je het zelf bent. Nou, het zelf verandert nooit, dus er is helemaal geen proces. Dus er is inderdaad een proces en dan gaat zus en zo en er is helemaal geen proces. En dat is allebei waar tegelijkertijd. Ik kan er ook niks aan doen. In Amsterdam voor weet me ook al iemand dat de werkelijkheid toch wel erg paradoxaal was. Ja. Als je daar niet tegen kan, ja, dan heb je pech. Want daar is die nou helemaal. Onze mind heeft het liefst van het is zus of zo, weet je wel. Maar de realiteit die doet daar niet aan. Het is allemaal tegelijkertijd waar of allemaal tegelijkertijd niet waar. Of die twee weer tegelijkertijd of geen van tweeën, weet je wel. Dat is zo heerlijk, van je mind kan gewoon geen kant op. Je kunt het beste gewoon maar ervaren. Dat is veel simpeler, dan hoef je niks te weten. Dan hoef je ook niks te onthouden. En ook niet dat je dan zus of zo moet gedragen en al die boel. Gewoon, be natural. Toch nog even over, het liefst is iedereen in bliss, vreugdevol, open, maar eigenlijk is dat kan ook weer ontaarden in de blues of verdrietig of geen zin hebben. En als iets ertussenin, een rustpunt, is dan de stilte. Vanuit die stilte kan je weer vreugdevol worden. Maar ik zit dat een beetje te koppelen aan waken, dromen en de diepe droomloze slaap. Dan wordt er wel gezegd, er is een vierde toestand die er helemaal los van staat. Kan je daar iets over? Die vierde toestand is wat ik stilte noem. En over of doorheen die stilte schuiven de drie toestanden. Waken, dromen, slapen. En de levenskracht en de afnemende levenskracht. Exact, en de spirit. En dus alles, al die dingen komen voorbij. Ja. Maar dat heeft er geen last van. Maar is ook geen deelnemer? Nee, uiteraard niet. Feitelijk is dat allemaal onwerkelijk. Ja. Het zijn schijnbewegingen. En daarom bedoelde ik van, er is toch een splitsing. Ja, en niet. Dat is de pest, hè? Ja. Want met hetzelfde gemak kunnen we zeggen dat dat wat uit de bron voortkomt, kan niet anders zijn dan de bron zelf. Dus die schijntoestanden van waken, dromen en slapen zijn ook hetzelfde. Maar bestaan niet op zichzelf. Dus het is illusie, de waaktoestand, als we denken dat dat de op zichzelf staande werkelijkheid is. Dan is het illusie. Als we het zien als een schijnbeweging in het zelf, is het werkelijk. Dus het hangt er maar vanaf hoe je het ziet. Ja. En net als met een van de dingen die wel eens Advaita voor de voeten geworpen wordt. Ja, jullie zeggen dat de wereld onecht is. Ja, de wereld is onecht als je die ziet als losstaand van het zelf. Er is geen wereld die losstaat van het zelf. Als je de wereld ziet als plaatsvindend in het zelf of voortkomend uit het zelf, als niet gescheiden van het zelf, dan is de wereld werkelijk. En dan is dus de ervaring, wat ik er straks al zei, ik ben alles. Of niets is gescheiden van mij. Nou, die wereld is echt.
Maar de wereld van ik hier en de rest is daar en zo, dus ik en niet ik, die wereld is onecht, dat is bedacht. Die is gefragmenteerd of gespleten. Nou, wat dat betreft, als het dan gaat over bliss, die vindt plaats in de waaktoestand. En is dus een beweging, zou je kunnen zeggen, en natuurlijk een hele prettige, maar in die constellatie, maar bestaat dus ook niet op zichzelf. En het is dus ook altijd een toestand die komt en gaat. Dus daarom noem ik dat soort gevoelens van bliss en liefde en helderheid, noem ik liever de gloed van het zelf in plaats van het zelf. Je weet dan dat je er vlakbij zit, als het ware. Je proeft jezelf bijna. Zoiets. Maar heel verdriet en ook. Yes. Ja. Alles, uiteindelijk. Ja. Maar het mooie is dus dat als de herkenning er is van de werkelijkheid, een van de eerste bewegingen die dan bijna standaard optreedt, is die bliss. Er komt meteen iets van vreugde omhoog, van oh yes. Ja. Maar daar weer in gaan wonen, is weer een beetje een prettig gevangenis. Yes. Ja. Die bliss is het lokkertje van God. Ja. Maar je wilt natuurlijk wel weten hoe of zoiets werkt. Dus ga je dat steeds. Op een gegeven moment is dat ook niet meer. Je kan niet steeds. Ja, er werd wel eens gezegd, een dief kan zichzelf niet arresteren. Nee, exact. Kijk, er is gewoon ook in die totaliteit een inherente neiging om dingen te onderzoeken. Ja. Dus dat is niet eens iets van het denken alleen maar of zo, maar er is gewoon zo'n beweging van zichzelf te willen kennen. Ja. Nou, en dat merk je op individueel niveau, van als je dit soort dingen ontdekt, dat er gewoon iets is wat wil weten hoe het zit. En tegelijkertijd is er meteen het besef, als het goed is, dat dat nooit zal gebeuren. Je zult het nooit begrijpen. Maar je kunt het wel steeds dieper ervaren. En in het moment van het ervaren is er een soort doorgronden, of een soort openbaren. Maar je kunt het niet begrijpen zoals je een microfoon kan begrijpen. En toch is die neiging er. Niet van iets of iemand, maar gewoon het zelf wil zichzelf kennen, zeggen we dan maar. Ja. En dat doet het op al die miljarden ontelbare manieren. In wat wij dan mensen, dieren, bomen, planten, planeten, weet ik veel wat allemaal noemen. Het zijn allemaal bewegingjes van het zelf wat zichzelf leert kennen. Voor de rest betekent het niks. Het leuke is dat het steeds de neiging heeft om zich dan juist te verstoppen. Yes. Ja. Zit achter zichzelf aan, het speelt verstoppertje met zichzelf. Doet net alsof het twee is, terwijl het één is, enzovoort. Of straks, eerst ja. Dit nog. Ja, oh, ja. Ja, exact. Al die bewegingjes. En allemaal vanzelf. Dag. Dag Nienke. Hans. Als ik contact met jou heb, oogcontact, dan ontstaat hier ook een enorme kracht. En als het contact er minder is, dan ebt die kracht langzaam maar zeker weer weg. Bijna is de vraag, hoe kan ik dat laten groeien? Meer contact met mij hebben. Oké. Dank.
Oké. Ik vind het wel mooi zo eigenlijk. Er liggen een paar geweldige nieuwe boeken, dus allemaal kopen. Dankjewel.